Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Likra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over ouder worden en fit blijven. Hoe doe je dat? Tennisser Roger Federer, wielrenners Alejandro Valverde en Nairo Quintana, Nederlandse triathlonlegende Rob Barrel en keeper John Ligie Buffon. Sommige topsporters lijken helemaal geen last van hun leeftijd te hebben. Waar ligt eigenlijk je sportieve piek en hoe zorg je... dat je ondanks het verstrijken van de jaren fit kunt blijven? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we weer? Vesse bak koffie erbij. Lekker. En we gaan weer een mooi artikel van jouw hand bespreken. In dit geval uh, een artikel wat je schreef op je website, alweer een kleine twee jaar geleden, over het. Uh, de ouder wordende atleet. Ja. Nou, toen wij deze serie podcast begonnen. Toen moest jij nog lachen over het feit dat ik mij al middle age durfde te noemen. Inmiddels ben ik ook 40. Dus uh, nou ja, we worden allemaal ouder. En uh, we gaan eens onderzoeken wat dat betekent. en ja. hoe je, wat je kan en moet doen om uh, je lichaam in goede conditie te houden. Begin ik maar altijd met de vaste vraag. Wat, wat was voor jou de aanleiding, Jego, om eens dit onderwerp ja. in te duiken? Nou, volgens mij is dit een tijdloze artikel. Elke keer als er weer een sportprestatie wordt geleverd door een relatief oudje, dan zullen de krantenkoppen uh, die, die gaan dat meteen gebruiken van hé, hey, uh, oudere uh, atleet zus en zo. En dat wordt altijd toch benoemd bij een uh, opzienbare prestatie als dat uh, bij, door iemand gebeurt van eind 40. Jouw leeftijd, eigenlijk? <laughs> ja. Ik vind het ook, ik ben net veel Ja, toen ja. dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk wel eens weten. Ja, goed. Uh, hoezo oud? W wanneer ben jij eigenlijk uh, oud, fysiologisch gezien, of om sportprestaties uh, te leveren? Ja. Of wanneer ben je te oud? En nou ja, inmiddels. Uh, nou, ik moet zeggen, dus dat st st stuk schreef ik twee jaar geleden. Nou, ik moet zeggen, sinds ik die vijf, toen ben ik de vijftig gepasseerd. Nou, ik waarschuw je vast. Dan, dan gaat het echt gebeuren, Gerrit. Dan ja, uh, ja dan. Uh, in ieder geval bij mij. Maar dan praat ik meer over, over blessures die daar dan ook nog een rol gaan spelen. Dus dan. Uh, dan... Ja, voor mij geldt denk ik dat uh, 40 is nog een heerlijk jonge leeftijd, dus geniet ervan. Ja. Maar uh, wacht me af tot, uh, tot 50. Uh, ja, want la la wordt. Laten we dit onderwerp eens ontrafelen. Laten we beginnen bij de basis. Mm -hmm. Wat gebeurt er in je lichaam als je ouder wordt en dan met name even in relatie tot sport? Wat, ja. wat is het effect op je sportbeleving of prestatie? Ja, het heeft al nou, puur fysiologisch gezien. Als je kijkt, gewoon cijfers van nou, VO2 max, maximale zuurstofopname, uh, spierkrachtmetingen... Uh, dus fysieke kwaliteiten, nou, dat piekt ergens rond de 25ste à 30ste. Okay. En, dan... en piek, wat, wat, daarvoor dus, als je jong wordt, dan wordt dat allemaal meer en sterker? Ofzo? Ja. Je krijgt meer conditie, meer hart inhoud meer Klopt. spieren, dat blijft maar groeien? Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met hoeveel train je en daar zit behoorlijk variatie in... Maar gemiddeld uh, genomen, zo wordt gezegd. Nou, vanaf je ja, 25ste daar ligt je piek. Daarna neemt in ieder geval je VO2 max elk jaar met zo'n 1% af, om eens wat te noemen. Uh, en ja, dan, dat heeft met name ook te maken als je probeert, kijkt naar je maximale hartslag. Ja. Dat, dat kent iedereen, dat rieltje natuurlijk, hè, van die 22 min leeftijd. Wat niet. Klop, nee, toch? Zegt nee hij, maar goed, dat is een is soort een vuistregel. Koolstofvlekken, ja. inderdaad, ja, dan kun je ja. dat hanteren. Betekent eigenlijk dat, ja, VO2 max als je uitgaat van je maximale zuurstofopname, wat toch te maken heeft met de, de hoeveelheid bloed die per seconde rondgepompt kan worden, zuurstofrijk bloed. Ja, dat wordt minder. Gewoon in omdat in principe, je hart minder hard ja, kan kloppen. Tijdens maximale inspanning. Alleen, ja, er zijn allerlei manieren om daarvoor eventueel te compenseren. Het hart kan groter worden, een sporthart. En dan kun je eigenlijk met, met de juiste middelen, met de juiste trainingsmethode, kun je het best wel lang volhouden. Dus om nou te zeggen, naar nou, na je 25ste, nou, daarna wordt het alleen maar moeilijk. Je ziet dat ook aan die voorbeelden natuurlijk van die sporters. En dat geeft eigenlijk ook maar aan van, ja, het is meer dan alleen fysiek of fysiologisch. Ja. Kijk, het feit dat zo'n veder het lang kan volhouden, dat... Dat wordt ook gewijd aan het feit dat vroeger moesten tennissers eigenlijk het hele jaar door wel tennissen om hun uh, inkomsten uh, binnen te harken. Uh, ja, Federer uh, hoeft zich daar hoeft niet te niet. veel zorgen over te maken. Nee. Dus hij kan gerust een, paar, een, 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 een lange tijd uh, vrij, vrij nemen, zijn lichaam lekker laten herstellen. Wat uiteindelijk met het verstrijken van de leeftijd wel belangrijker wordt. Ja, het is een tweede aspect, hè? Herstel ja. gaat langzamer. Precies. Dus, dus je lichaam moet langer bijkomen... Ja. En, en doet er langer over om zich aan te passen na een inspanning. Ja, en dat... Uh, ja, dat dus, dus die twee spelen ook alweer door elkaar heen. Als je kijkt bijvoorbeeld... Wat de, nou de vuistregel die gehanteerd is. we zijn eigenlijk begonnen met onderzoek van uh, volgens mij een econoom. Die uh, dat komt ook in dat stuk. Die, die ging eerst eens kijken, nou ja, wat is eigenlijk. kijk, als je naar de sportieve prestaties hoe neemt dat af met het uh, verstrijken van de leeftijd. Ja. Hij begon met schakers. Toen zag je eigenlijk van, nou dat gaat wel heel langzaam. Ja, ja. ergens wel logisch. Denk sporters, ja. Tussen 25 of 30 en 75 is dan 1% per uh, 10 jaar. En toen dacht hij, nou, Even tussendoor, Zijspa, hoe, hoe meet je de ja. afname van capaciteit van nou, schakers? Bij Wat meet, heel, wat meet nee, je dan? Ja, hij heeft puur naar prestatie gekeken. Hoeveel potten je wint of zo? Ja, die, hebben, uh, hele, die ranglijst wordt heel goed bijgehouden aan de hand inderdaad, van de potten die je speelt. En, uh, ja, dus dat, dat is toch een... Ja, uh, die heeft puur echt naar die... En uh, ja, die heeft een relatie gezocht: gekeken. van als je ouder wordt, ga je minder schaakpotjes ja, winnen. Precies. Okay. Helder. En dan met heel veel data had hij uh, verzameld en dan kun je dat doen. En uh, op diezelfde manier kun je natuurlijk kijken naar marathonlopers, bijvoorbeeld uh, nou, de Rotterdam marathon, dan kijk je naar de wedstrijdlopers, hun leeftijd, zeg maar. Uh, je kijkt gewoon, wij zijn wel de top, top 50 of top 100 of allemaal. Voor de leeftijdsgroep 20 tot 25, 25 tot 30. Nou, en dat kun je voor heel veel marathons doen. Dat heeft hij toen vervolgens ook gedaan die economie. Ik denk nou, ik ben toch lekker bezig. Die heeft voor heel veel Olympische sporten allemaal gekeken. En die kwam uiteindelijk uit, nou ja, gemiddeld genomen is het eigenlijk 1% per jaar dat je in snelheid uh, ja, afneemt dat je snelheid afneemt, langzamer wordt. Oké, okay, 1% maar, per jaar gemiddeld over de hele populatie... over allerlei Klopt. sporten. Dat is natuurlijk een heel grof getal ja. waarschijnlijk. En dat is heel veel variatie. En daar heb je het weer. Wat ga je als je bijvoorbeeld 50, een groep... Uh, uh, 50-plussers gaat vergelijken... met een groep 25-plussers... Uh, tijdens een marathon. Ja, dan ga je ook al... Uh, je kunt je goed voorstellen... van, het is niet alleen maar het ouder worden... wat daar een rol speelt... in die uh, mindere prestatie... dat ze er lang over doen. Ja... Ze zijn vaak ook wel wat dikker, denk ik. Uh, ze zullen minder kunnen trainen, of daar in ieder geval de prioriteit minder leggen, omdat ze natuurlijk een baan hebben. Dus het is heel moeilijk om sec de vinger te leggen op. Ouder worden of ouderdom doet, omdat er allerlei factoren doorheen ja, ja, ja. spelen, Leefstijlfactoren. Volgens mij is wat je nu aanraakt, wij, wij kwamen van de week tot onze uh, vreugde tot de conclusie dat uh, de podcast die wij allebei uh, graag volgen, mm -hmm. de Science of Sport, uitgerekend ja. deze week. Laten we hier claimen, wij hadden deze planning al staan, maar ook zij hebben, Ros Tucker en Mike Vins hebben deze week een aflevering ja. over, uh, over ouder wordende atleten. En daar gaan ze een tijdje erop in over het probleem van dit te bestuderen. En dan maakt hij het verschil tussen cross-sectional, ja. geloof ik, en, en longitudinaal. Okay, ja. Dat is het eigenlijk, ja. Ja, maar, Dat beschrijf je nu ook. Dus dit onderzoek kijkt allemaal naar een groep van vijftigers versus een groep ja. van 25-jarigen. En dan kom je op dit soort problemen. Oh, dit soort middel... Terwijl wat je eigenlijk zou willen is iemand van zijn 25ste ja. tot zijn 75ste ja. te volgen om echt te kunnen ja. isoleren. Maar ja, dat is niet uit te voeren. Dat, en maar dat zijn wel hele mooie studies. Uh, een beetje die case studies. Die zijn er wel een aantal, uh, nou ja, je noemde Rob Barrel al. Ja. Ja, die zou je het liefst gewoon aan zijn VO2 Max ook willen. Misschien moet je hem gewoon eens een keer vragen aan hem. Je, je hebt hem wel eens geïnterviewd. Ja, en zeker. we Voor volgens kijkers ja. en luisteraars die hem niet kennen. Wie is ja. Rob Barrel? Rob Barrel, dat uh, in, ja toen ik een, een jochie was van 16, 17. Die voor het eerst een, in de een aanraking kwam met een, een triathlon. Kwart triathlon bij mijn uh, geboortedorp Hilvarenbeek. Uh, was er heel vroeg bij, eigenlijk voor een triathlon toen. Almere was net begonnen. Ik kan me herinneren dat je dat op Eind jaren tv 80. Keek. Ja. Dus uh, nou ja, en toen was ik al van nou ja, keek je Almere. Ik ben zelfs een keer gaan kijken. Live toen. Nou ja had je Axel Koenders en je had Rob Barrel en je had een aantal nou, En Op een gegeven moment. Robberell is me altijd bijgebleven. Omdat gewoon een hele. Ja, los van de atleet. Hele vriendelijke, aardige man, kon ik me herinneren. No nooit een verkeerd woord. Nooit concurrenten afzeigen of iets dergelijks. Gewoon geen haantje. En toen ging ik uh, nou, lokale uh, uh, sporters. Mocht ik gaan interviewen hier voor de Stichtse Courant. En ik denk, nou dan ga ik mijn lijstje maken. Hè? En nou ja, ik denk, ik ga Rob Barel gewoon. Waarom niet? Ik woont in Overberg. Ik nog even uitzoeken. Valt dat er nou? Nou, ik. Voor mij valt net het net bij, ja. ja, ja. En uh, ja, toen heb ik hem uh, twee keer geïnterviewd en uh, nou ja, dat is uh, je komt langs en voor je het weet zit je daar twee uur te babbelen aan de keukentafel Ja, want hij was in de jaren tachtig en, uh, een enorme kampioen, ja. wereldkampioen zelfs uh, op de hele triathlon ja. geweest ja. nou is die, die anekdote, die kan ik zo overpakken want ik loop natuurlijk pas een jaar of drie in die triathlonwereld rond, mm -hmm. en ik ging in 2000, eind 2007, ja heel naïef ook maar eens naar het triathloncongres van de NTB, ja weet ja. ik veel, eens kijken ja. wat daar gebeurt <laughs> en daar stond ik naast iemand uh, koffie te drinken, zei nou wie ben jij hallo, ik ben Rob, ik ben Gerrit, en toen kwam maar allerlei mensen die kwamen. En uh, hoe was het? Ik, wa ik was echt zo groen. <laughs> dat een <is> kras, hè? <laughs> dus die zei ook: En eh, nou, knap in Hawaii. En hoe voel je je nu? Dus ik ook echt zo: joh je bent naar ja, Hawaii Ik, ik, ik ja. wist op dat moment letterlijk ja, ja. niet eens wat Hawaii was. Hè? Ja. <laughs> en voor de kijkers en luisteraars: dat is het uh, onofficiële wereldkampioenschap, hele afstand triathlon. En daar was hij toen net geweest, uh, net 60 en had hij zijn age group ook weer gewonnen. Wereldkampioen ja. bij de 60-jarigen. Uh, maar nou ja. Dat is Robert ook oh, okay, een, ja. een legende in Precies. Nederland, letterlijk. Ja. Maar nu terug naar ons onderwerp van vandaag. Hij is dus 60 en wint gewoon, wederom, is hij de snelste 60er in, in de ja. hele wereld, de hele triathlon. Ja. Duikt zelfs onder de 10 uur nog. Ja. Welke processen, of wat gebeurt er in zijn lijf dat die leeftijd geen vat op hem lijkt te hebben? Ja, gaan? dat heb ik natuurlijk ook met hem wel over gehad. Wat hij zegt, een deel is wat hij al zegt van, van zijn concurrenten destijds. Want hij was uh, aan het begin van die Ironman toen, was hij een keer, de eerste keer dat hij meedeed was, was hij gewoon vierde. Dat, dat heeft hij nooit meer gehaald. Maar wat hij mij wel toen uitleed, hij zei, ja, ik durfde in die beginjaren. Ja, dat is ook mijn karakter. Ik durfde gewoon niet te gaan vol voor alleen maar die Ironman. Okay. Dus hij heeft altijd iets gehad van, ja, ik moet een beetje breed uitsmeren, ook kwartjes doen, ook voor de inkomsten en... En hij ziet dat eigenlijk die concurrenten van toen, die zijn allemaal opgebrand. Dus hij, uh, hij heeft, daar heeft het deels mee te maken. Maar hij is ook eerlijk door te gewoon te zeggen, ja, kijk, als je eenmaal die basis hebt, nou die heb ik. En het feit van de innovatie in, in de triathlon is ook, ja, dat heeft een speelt gewoon een hele belangrijke rol. Met name als je de fiets kijkt. Hij had daar echt een juweeltje van een fiets staan. Die had hij dan mocht hij een jaar lenen. Ja, nou ja, is gewoon een, een, prachtig gewoon om te zien. Maar hij, ja, wat bleek als je de, de fietstijden van zijn, de, zijn vierde plek, en uh, toen hij 60 uh, werd, naast elkaar legt, het scheelt 10 minuten. Zo. Dus dat geeft me aan aerodynamica. Terwijl uh, hij ook te maken noem. zou moeten hebben met die ja. 1% per jaar Klopt. achteruitgang ja. door een lagere maximale hartslag. Ja. Door uh, afname van spiermassa? Ja. Of? Nou, is wielrennen is sowieso een, een, uh, een sport die je lang voluit kijkt naar de Quintana's en de Valverdes. En, uh... Ja, van Valverde was vorig jaar 39, <laughs> ja. hè? Dat hadden we nou niet doen. Ja, een stuk in de rot en, en bij hem kun je ook wel met een knipoog. Oké, okay, is het alleen de fiets en uh, is het alleen je training? Hebben natuurlijk in het verleden wel wat gedaan met een Spaanse dokter die wat bloed van hem verzamelde? Nu ben je en, suggestief, en, hè? Ja. ja, ja. Nou ja, goed, ik vind dat, dat dat toch wel altijd bij hem in ieder geval gemeld wordt. Omdat hij nooit heeft gezegd, ja jongens, uh, inderdaad, dit, ja, en terwijl alle, alles li lijkt er toch... Nou ja. Tuurlijk, hij komt uit het oude wielrennen ja. en tegelijkertijd hebben we nu uh, ja. zogenaamd het nieuwe wielrennen. Uh, dat wordt toch flink getest, dan ja, zou hij toch door de man ja, moeten Ja, dat vallen. klopt. Maar je weet niet, in die tijd, destijds, had hij daar nog voordeel, had hij daar langere tijd voordeel van. Ja, ja, ja. En de vraag is nou of, of testen nog steeds. Ja, wordt er getest? Ja, zo so wat. Maar andere ander onderwerp. Ander onderwerp. Terug. Ja, dus Oudere, de topper wielrennen topper. is sowieso goed. Uh, omdat je uh, nou, je belasting voor, met name je gewrichte pezen, is minder. Uh, dat is toch wel, Nou, kijk ik naar mezelf ja fietsen doe ik heel veel uh, omdat ja dat dat hardlopen die hardloopblessures die zijn echt uh, toegeslagen bij mij ja in de afgelopen tien jaar tussen je veertig en je 50. ja en, 50ste. Ja. en uh, ja nu is dat, dat 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 langere pijntje wat al in die die kuit zit en uh, nou ja ik heb een scheurtje in mijn knie en nou ja dat is echt wel een uh, en wat is dat dan? Is dat dan gewoon slijtage? Is daar onderzoek naar? Gedaan? Ik bedoel, ja. is, is dit nu anekdotisch Jurgen Vertevelen of ja. is dit in zijn algemeenheid nee, dat is, bij oudere lopers? Zo? Absoluut, want als je de, de cijfers kijkt van uh, veiligheid.nl, die houdt dan de sportblessures bij. Dat gooi je ook in de show notes. Ja, dan uh, is eigenlijk is, uh, hardlopen gewoon een hele nou ja, gevaarlijke of in ieder geval blessuregevoelige blessure sport. Gewoon de tweede sport na voetbal. Als je puur kijkt naar het aantal mensen wat een, een, een blessure op. Absoluut gezien zijn die ja, ja. ja. Dus dat en zeg je weer, het doen ook heel veel mensen ja. natuurlijk. Ja. En juist de leeftijdsgroep uh, waarin ik zit. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Het is een, wel iets wat in mijn achterhoofd zit. Als dit nog even aanhoudt, dan ga ik daar gewoon een echt grondig onderzoek doen van alles wat bekeken is, wat nou uh, kan helpen. Eventueel tegen blessures. Schoenen, nou ja, dat. Schijnt het allemaal niet zo te zijn. Uh, los van leeftijdtraining. Zijn er manieren eigenlijk om, dat, uh, uh, om, om van die blessures te vermijden? Het heeft al alles met overbelasting natuurlijk te maken. Ja. Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan, ook in Nederland. Ik, ik sprak bijvoorbeeld iemand die werkt met inlegzooltjes met sensoren erin. En dan krijg je eigenlijk idealiter feedback op jouw uh, jou horloge. Van nu let op, ga je pasfrequentie nu uh, uh, omhoog gooien, je paslengte wat kleiner. Want als je op deze manier doorgaat over vijf kilometer, ga jij last krijgen van, van je knieën. Wow. Die kant dit wil ze als op. een gadget. Ja, <laughs> Wie, kan je hier iets van ja, vertellen? Ja, in Maastricht een uh, studie. Uh, dus er, uh, zijn ze daarmee bezig? Maar Dit is alleen ze... nog in de studie. Dit is nog niet op nee. de markt. Dit soort nee. zultjes. En dan uh, met de name Ik ja, zeg, die, testen. wij die, kwamen die, er van de week al een paar keer. Achter. Ik denk dat Leuk. Dus ik, de heb, podcast, ik heb inderdaad gezegd, nou ik kom graag een keer langs om, uh, om dat door te laten meten. Nee, er is een groot uh, subsidiepakket, volgens mij twee jaar geleden, gekomen vanuit uh, ZONMW. Dat is uh, de, de, de geldschieter voor uh, medisch uh, wetenschappelijk onderzoek. Naar uh, sportblessures. Want ja, we willen aan de ene kant natuurlijk dat mensen meer. En blijven sporten. Ja, meer en langer bewegen. Ja. Dat is volgens mij gewoon beleid. Ja. Alleen, uh, ja, wat, wat moet je als dan op maandag uh, mensen weer, weer, weer thuis zitten? Of, uh, uh, ja, dat kost ook weer een boel geld natuurlijk. En, en, en hardlopen is daar dus wel toch een, uh, een belangrijke uh, bijdrage levert die daaraan. Dus in die zin is fietsen gewoon weer een, uh, een goed alternatief. Maar heeft als nadeel misschien van nou de valpartijen waar we het over ja. gehad hebben. Ja. Dus die, dat laat dadelijk weer zien dat je daar. Uh... In onze aflevering 11 over ja. de coronamaatregelen hadden we daar cijfers van. Ja. Dus dat is, uh, nou ja. Maar, en, en osteoporose is misschien ook een dingetje, juist weer het voordeel van hardlopen. Wat Miranda Boostra ook. Uh, vertelde. Ja, in de, in de aflevering dat, dat dus je botten gaan ontkalken. Ja. Waardoor, je, waardoor ze Precies. makkelijker breken. En hardlopen zou ervoor zorgen dat ze sterk blijven. En je moet natuurlijk gewoon doen wat jij leuk vindt om te doen. En ik vind hardlopen gewoon ontzettend leuk. Dus dat is wel een. Uh... Een van de dingen die ik hoorde in die podcast van uh, Ross Tucker. Mm -hmm. is dat hij beschreef dat als je ouder wordt. het aantal zenuwen ja. vermindert. Ja. En dat daardoor je coördinatie veel slechter Klopt. wordt. Ja, dus dat zijn denk ik, dat is een goed, goed punt. We hebben het over VO2 Max. Dan praat je over eigenlijk uithoudingsvermogen. Is ja. daar een, een indicator van. Alleen uh, wat veel duidelijker wordt, ook wat ik in dat stuk uh, beschrijf, is uh, we hebben we hoeven ons niet zo druk te maken misschien om de achteruitgang in uithoudingsvermogen. Maar veel meer om de achter. En dat, dat is vaak gerelateerd aan die langzame spiervezels. Waar we het in uitzending 13 of 14 Ja, of uh, 13. Trainen op kracht. 15, of 15 was dat. Ja, we zetten of hem in de show notes. Ja, de ja, verschillende types spieren. Uh, explosiviteit of uh, uithangsvermogen. Juist dat uithangsvermogen. Dat loopt terug. 1% dan per, uh, per jaar zo'n beetje. Maar die kracht. die loopt veel harder terug. Aha. En dat heeft weer te maken met. Uh, dat juist jouw witte spiervezels. Ja, die krimpen echt als jij ze onvoldoende gebruikt. Ja. En die krimpen enorm met nou, de ouderdom. Dus als je in, in kracht uh, kun je makkelijk nou, 75% verliezen. tussen je 25ste en je, je 75ste. 75%. Qua spiermassa lijkt het dan mee te vallen. Maar als je dat omzet gewoon functioneel van hoeveel je kunt je kracht spieren kan je niet meer goed gebruiken. Nee, en dat zijn dus echt het kracht leveren en dat heeft dus, nou, dat is belangrijk explosiviteit, maar juist voor coördinatie en eigenlijk algemene dagelijkse handelingen. Ja. Als jij even, uh, ja goed, of uit balans raakt, vooral voor die die ouderen, of uh, ja, je wil ergens een, 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 een gloeilampje indraaien, moet even rekken. Die dingen, dan merk je eigenlijk van hoe belangrijk juist die nou, explosieve karakter is. En juist dus die witte spiervezels, die type 2, die, uh, die snelle spiervezels. En waarom snappen ze niet goed? Uh, die gaan sneller achteruit dan die rode. Heeft denk ik deels te maken ook met een beetje kip-ei. Want ik denk dat heel veel mensen iets hebben van onze leeftijd, nou, mijn leeftijd. Ach, we, blijf, we gaan rustig wielrennen, we gaan rustig hardlopen, rustig zwemmen en dan uh, zijn we gewoon goed bezig en daarbij toch vergeten om juist die, uh, die intensieve, de, uh, ja, de hoogintensieve en of explosieve krachttrainingen te doen. Uh, omdat ze iets hebben, ja, ik heb zoveel kracht heb ik ook niet meer. Nee, dus, dat is ik... het hele punt. Juist, en dan hè? krijg ja. ik maar spierpijn van. En dat, dat, dat voelt niet goed, dan ga ik liever gewoon rustig op mijn fiets, mijn rondje maken, en dan ben ik ook lekker aan het sporten. Wat zo is. Wat... dan ben je nog altijd stukken beter ja. bezig dan iemand Wat die op de bank is, blijft maar... zitten. Ja, ja, eigenlijk is het toch steeds komen die aanwijzingen van. Nou, vergeet vooral die, die, uh, die witte spiervezels niet. En juist is leuk als jij een uurtje rustig kan fietsen. Maar stel dat er iemand ineens uh, ja, op jouw pad komt, je moet snel moeten reageren of sturen of even een sprintje trekken. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Dus ook het, uh, het rondje wandelen met de hond. Uh, Proberen daar uh, voor nou, uh, de, de echt oudjes, oude dagen. Uh, wat op zich een prima manier is natuurlijk om in beweging te blijven. Probeer een beetje tempo te wisselen. Probeer ook eens een keer een minuutje wat uh, vol te gaan, zeg maar. Dat is hartstikke belangrijk. Um, nogmaals, ja. Wat, wat interessant is met die spiervezels, waarom ze achteruit gaan, dat heeft inderdaad de aansturing te maken. Dus de zenuwen lijken daar te verdwijnen, misschien wel meer de de zenuwen die hun aansturen, die witte spiervezels. Mm -hmm. Aan de andere kant, de beste manier om je witte spiervezels te ja, in stand te houden is eigenlijk, uh, ja dat klinkt heel cru, dus dat is echt een, een, een paradox, is een uh, dwarslezie. Pardon? Ja, he, wat, wat er dan gebeurt, dan zien ze eigenlijk dus de hele, dan is de hele aansturing weg. Ja. Gewoon geen uh, zenuwimpulsen naar, naar je beenspieren. Um, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat je je rode spiervezels, die ga je uh, uh, verliezen, ja. die worden omgezet naar wit. En dat kan ook uh, in eerste instantie. Hè? En dat, dat kan goed verklaren dat. Uh, ook in die aflevering. Uh, 16, zei jij? <laughs> 15. Ja, 15. Maar, Hij staat in de o, show notes. Ja. Maar over. over uh, ja, maar daar hadden we het over. Van, nou ja, genetisch van. Uh, toen zei ik zoiets. Ja, eenmaal rode spiervezels. Als je daarmee geboren wordt. Ja, dat verandert amper. Er zijn toch studies met, met tweelingen gedaan. En waarbij ze uh, tweelingen op, uh, op, op leeftijd hebben bekeken. De ene heeft heel veel marathons gelopen en de andere juist uh, voor de buis uh, gehangen en uh, hoogstens naar marathons gekeken, biopten genomen. En dan bleek eigenlijk dat die, die tweede, die bankzitter, die had ja, relatief, die had gewoon meer kracht kon die leveren dan die eerste. Dus die eerste, door dat lange oh, afstand... Oh, oh. Dus dat kan je toch wel zien. En die had gewoon meer uh, ja, juist meer rode spiervezels. Maar wat moeten we hier nou van leren dan? Ja, nou ja, dat uiteindelijk ja, dat, 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 dat hangt ook van de leeftijd natuurlijk af. Maar dat belangrijk is dan toch om die, uh, die, die kracht uh, te blijven doen, hoge intensiteit. En vooral niet denken van ja, maar dat, uh, ja, dat, heb, dat is voor mij niet meer nodig, uh, daar word ik te moe van. Dat is denk ik een belangrijk. Uh, uh, maar zoals ja, zonder... ik de eerste belangrijke les hè? Ja. Er zit een risico. En dat hoor ik jou nu twee keer zeggen. En hoorde ik Ross Stukken van de week ook zeggen. Er zit een risico in dat alleen maar laag intensief conditioneel trainen. Ja. Laten we dat even goed nuanceren. Dat is natuurlijk super om op gezond gewicht te blijven. Sowieso beter dan op de bank te blijven zitten. Maar als je veroudering tegen wil gaan. Klopt. Dan moet je juist ook. Ja. Hoog intensief en wat krachttraining doen om die spiermassa ja. actief te houden. Dat is eigenlijk les één. Ja, wat ze bijvoorbeeld toen uh, in een, een studie in Maastricht die ik in mijn stuk toen uh, heb, heb aangehaald, deden, hebben ze gewoon oudjes. Ik denk van begin 70 een, 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 een trainingsprogramma gericht op kracht laten doen. Drie maanden lang. En wat bleek eigenlijk dat uh, hun kracht inderdaad toenam? En vergelijkbaar werd met iemand van uh, rond de 30, meen ik, die niks deed. Ja, en dan zie je maar van het is nooit te oud om te beginnen, zeg maar. Je hebt nog steeds nee, dat is een tweede, het heeft ja. zelfs op een zeer late leeftijd Klopt. zin om dit te gaan doen. Ja, en dan zul je in het begin heel veel spierpijn krijgen. Ja, en want dat herstel ja. duurt langer en ja. die processen gaan langzaam. Maar, maar uiteindelijk het gebeurt wel. Ben jij gewoon altijd, is het ongeacht van wanneer je daarmee begint? Kun jij gewoon die kracht weer opbouwen? Het zal niet meer naar die 100% gaan. Je bent gewoon door bijvoorbeeld ja, die, die mindere aansturing, minder zenuwen. Ze, ze denken ook aan minder stamcellen voor, voor het herstel. Zijn er niet helemaal uit, niet in staat om die volle 100%? Ja, kijk, je zal je nooit meer een 35-jarige gaan voelen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar je bent zeker in staat om, uh, om heel veel kracht weer te kunnen leveren. En, ja. en ik hoor jou zeggen in die studie in Maastricht: als je dus een, uh, die spieren vergelijkt van die uh, mensen, 70-plussers die getraind hebben, en die vergelijk je met iemand van 35, dan zien die er hetzelfde uit. Als zij met vijf, moet ik wel zeggen 35-jarigen die echt op de bank zitten. Ja, ja, ja. En, uh, N -n Niet ja. een supersportieve Nee, precies. Ja. Want, want dit brengt me bij een feitje. En ook dit. En ik zal dus proberen de laatste keer daaraan te refereren. Maar ook hier hebben, heeft Tucker het over. En dan zegt hij letterlijk: daarmee kan je dus eigenlijk aantonen. dat sporten. is het tegengaan van veroudering. Op zijn minst fysiologisch ja, gezien. Absoluut. Nee, dat helemaal mee eens. En dat is. In eerste instantie, dat, dat hoor je denk ik al, al tien, misschien wel langer. Wordt altijd de studies zijn gedaan, hè, van sporters of topsporters. Ja, is topsport gezond? Hè, we hebben ja, altijd ja. nou en dan blijkt toch uit linksom, rechtsom alle studies eigenlijk laten zien. ja, topsporters worden gewoon ouder. Dan uh, mensen dan niet topsporters. Ja, zelfs als ze inactief worden, want die hebben uiteindelijk in hun primetime zoveel spieren en coördinatie en training ja. gehad. En dan dat worden ze altijd. Dat is eigenlijk doel. wel een dingetje, dan hoor je weer. Of dan lees je, ja, juist tennissen is. Uh, want kijk eens, de groep tennissers werd oud, of de golfers of noem maar op. Het is altijd weer moeilijk, ja, daar spelen andere dingen doorheen. De, uh, je weet nooit van, uh, nou ja, ik denk dat golfers komen ook aan een bepaald, uh, bepaalde achtergrond, zullen ook gezondere leefstijlen hebben. Ja. ja. Uh, dus, nou ja, dat is een beetje lastig omdat. Uh... Het Is natuurlijk een algemeen probleem met dit soort studies, ja. hè? Veel te veel variabelen. Inmiddels is wel heel duidelijk dat uh, bewegen, uh, bijvoorbeeld volgens juist de beweegnorm, ook een beetje die J-curve wordt vaak uh, geschetst daarin. De J-curve die we al eerder hadden voor het uh, oplopen van infecties uh, en, en wat, wat bewegen daarop doet. Ja, laten we die nog heel even snel in herhaling. Op de verticale as zien we het aantal infecties of in dit geval het aantal uh, hartaanvallen of, ja. al, of echt uh, ouder worden. Ja, en op de horizontale as de hoeveelheid training. Ja. En dan zeg je dat, sport, dat is een J-curve, J dus ja. dat betekent als je wat meer gaat sporten dan gaat het aantal ontstekingen ja. of, of aandoeningen omlaag. Ja. Dat heeft een soort optimum. Maar op een gegeven moment het. gaat ja. dat weer stijgen. Klopt. En dan hebben ze dus daar zeggen ze. Ja, maar met topsport moet je toch uitkijken. En dat is inderdaad, elke keer als je natuurlijk weer leest in een marathon iemand overleden door een hartprobleem. He dat heeft wel iets te maken. Kijk, dat hart past zich gewoon goed aan. Alleen ja, het kan, je kan nog net de pech hebben toch. Van, kijk, dat hart moet continu blijven kloppen. En er hoeft maar één keer een verstoppingje te zijn. Of iets mis te gaan met een, een lekkende klep. Ja, en dan hang je. Kijk, een spiertje. Ja, en dus, dat... dus zeg je van die J-curve kunnen we leren, als je te ver naar rechts ja. gaat, dan kom je juist weer in de gevarenzone. Dus en dat moet geldt je met name je voor uh, mensen die op latere leeftijd ineens zeggen van uh, uh, die memmels die het gaan wel heel serieus gaan nemen. Die ineens menen van hé, hey, maar uh, ja, ik moet ook uh, op, net, net als uh, nou, die kijken naar de Tour de France... Ik ben, uh, nou, Valverde is oud, ben ik ook. Nou, maar wat hij kan, kan ik ook. En dan te snel toch wel weer echt heel fanatiek willen sporten. Dat staat eigenlijk los van die mensen die eigenlijk hun hele leven gesport hebben. Daar is het sporthart gewoon idealiter nee, aangepast. Nee, nee, nee. Dus dat is een dus dat beetje. Is eigenlijk dat ze... ook weer een kleine waarschuwing ja. die we hier uit de wetenschap dat... hadden. Ga nou niet op je nee. 40ste bij je midlife crisis opeens Klopt. drie Ironman En dat heeft doen. ook met de belasting juist van het hart te maken. Dus in die zin is dan golven, uh, wandelen is, of rustig, rennen. wielrennen kan dan ja, in ieder geval voor de belasting van het hart weer wat gunstiger zijn. In het begin, zijn. ja. ja. Um... Kan je eigenlijk op latere leeftijd, ik ben zelf uh, een redelijke laadbloeiende in mm -hmm. deze duursporten. Kan je op latere leeftijd nog wel met. Nou, fatsoenlijk gaan optrainen. naar dit soort langere afstanden. Ja, nee, zeker. Absoluut waar. Nee, dat is een leuk voorbeeld. Er kwam ook uh, dit jaar. Kijk, die longitudinale studies. Dat, die zijn het mooiste. Hè? Ja. Dus waarbij je één iemand. Ja. zijn hele leven volgt. En bijvoorbeeld. Uh, wat ze bij, bij roeiers. is bijvoorbeeld een sport dat mensen heel lang volhouden. Er zijn uh, sommige uh, roeiers. die zijn wel op vijf verschillende Olympische Spelen geweest. Ideale sport omdat je ook minder, denk ik, last van, van knieën, pezen, etc. krijgt. Ja, vergelijkbaar deels met wielrennen. Um, en wat ze bij, in ieder geval, een topgroeier hebben gedaan: die hebben ze jarenlang de VO2 max berekend en zijn hart onder de loep genomen. En dan zagen ze eigenlijk perfect dat dat hart zich aanpaste. Dus die, die vermindering in die maximale hartslag werd totaal gecompenseerd door een vergroting van het hart, waardoor bij elke slag meer bloed rondgeprompt rond, rond konden worden. Nou, dat is gewoon ultieme aanpassing, ultieme fysiologie. Een andere hardloper die, uh, die dit jaar in het nieuws was, is een, uh, een Ier. Uh, dat is wel een leuk verhaal. Die gooien we in de show notes, want ik weet dat uh, uh, Alex Hutchinson... had er ook aandacht voor in de New York Times, meen ik. Die ging samen met zijn, uh, zijn zoon. Dit is volgens mij een 60-jarige uh, Barrel. Liep hij de marathon echt in een ongelooflijk snelle tijd uh, onder de 2:30? Zo. Hij kwam zelfs iets voor zijn zoon binnen. Die was uh, begin 30, denk ik. En wat leuk is, is. Uh, is ja, dan he, zij, uh, Het leverde hun een vermelding in het Guinness-boek of Records-op. Schijnbaar als jij. Leuk record. Hebt... Ja, va vader, vader zoon. en zoon marathon. Ja, ja. ja dus. Uh... Oh, dat nou, dat vind jij helemaal ja, precies. <laughs> um, maar die vent hebben ze ook eens onder de loep genomen en zijn zoon ook. En, uh, en zij hadden volgens mij nog oude getallen van hem, omdat hij wel ooit uh, echt een goede uh, marathonloper was, maar daarna twintig jaar eruit is geweest. Mm -hmm. En gewoon een, een, ja, eigenlijk een zittend leven en uh, niet van, helemaal niet meer aan het sporten gedacht. En die heeft het heel goed opgepikt. En dat zie je ook terug, dus in die waarde van V2, Max, in, in uh, al, al die andere parameters. Waarbij eigenlijk dat maar weer aangeeft van ja, uh, dat dat gewoon prima te doen is. Dus ook Hij voor zegt jou, die uh, basis ging niet verloren. Nee. Ja, maar dus twintig jaar eruit zijn geweest door, nou ja, dat is helemaal eigenlijk niet erg. Dus dat laten die. Nee, dat is een beetje mijn verhaal. Ik, ja. heb, ooit, ik heb ooit heel fanatiek gesport uh, aan het einde van mijn middelbare schoolcarrière. Rond mijn 16 heb ik jaar in Amerika gewoond, was ik een soort van sportverslaafd. Mm -hmm. Zes dagen in de week sporten, yep. meerdere uren per dag. Toen heb ik ook dat twintig ja. jaar uh, redelijk uh, kapot proberen te laten gaan. En er zit nu toch nog, nou, nog kijk, iets. Dus uh, ja. hopelijk die basis. Ja. Ik wil even naar een ander aspect van ouder worden en het, het afnemen van die prestatie. 1% per jaar conditie, nog veel meer procent per jaar spieren en yep. coördinatie. En dat is namelijk de mentale kant. Hmm. Uh, want het betekent natuurlijk iets als je zegt... Ja, tussen je 25ste en je 30ste ligt je prime. Ja. Als jij 40, 45, 50, 55 bent... ja uh, je hebt die PR staan, yep. je traint je de blubber... en je wordt alleen maar langzamer. Ja. Is daar onderzoek <laughs> naar gedaan? Wat dat mentaal... nou Mm, dat weet ik zo niet. Dan nou, begin het is... ik even bij jou, anekdotisch. Hoe ga ja, jij nee. daarmee om? D dat opgebrand wat Robberel over had, uh, dat, dat zei hij, ja, dat is wel uh, een dingetje voor een aantal atleten. Die hebben zoiets van, ja, ik heb gepiekt, ik ben de beste van de wereld geweest. Of ik heb die en die triathlon gewonnen. Ja, dan valt voor mij niks meer te halen. En dat moet me ook denken aan Aart Stichter. Die heb ik ook geïnterviewd. Ook ja. iemand die het ontzettend lang volhoudt. Hardloper, volhand, hè, hier ja. in de buurt. En die, uh, ja, die mopperde inderdaad dat hij uh, ja, eigenlijk niet meer vrijuit gewoon aan een loopje in de buurt kan meedoen. Een driebergenloop, halve marathon. En hij zei: Ja, ik werd tweede. Nou, hartstikke goed. Ja. Hij was toen ook al, uh, nou, erg diep in de vijftig volgens mij. En dan zei hij: Ja, dan hoor je mensen. Langs de kant van, nou, die, 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 die heeft de beste tijd ook gehad. En dan uh, moet hij zich echt... Want dat is ook een hele vriendelijke, aardige uh, man natuurlijk. Maar dan hoor je wel mopperen. Dan moet hij zich echt inhouden om te zeggen, ja, hallo... Uh, ik, ik ben verslagen. Daar heeft hij nog mee te maken, omdat hij ja. toploper ja. is geweest. Maar wat nou voor die amateur? Ik, ik, ik ken het heel erg. Ik ben ook een laadbloeier. Ik ben op een gegeven moment op mijn 28 ja. aan volleyballen. Daar heb ik helemaal geen talent bij. Ik kan niks met een bal. Ja. Maar goed, dan kom je dus in het allerlaagste team. En dan mag je dat een beetje proberen. En dan kom je terecht bij mannen die vroeger hoger hebben gespeeld. Ja. En... Die waren dan ja, nee, bij iedere training, iedere wedstrijd zo verschrikkelijk ja, ja. gefrustreerd. Want in hun hoofd dachten ze dat ze nog de ballen konden slaan ja. zoals ze die vroeger slaan. Maar dat konden ze natuurlijk niet meer. Nee, nee dat, dit ken ik inderdaad van mezelf. Ik ben gestopt ook met, met tennis daardoor. Ja. Ja, ook een, een schouderblessure. En, maar wat ik daar inderdaad merkte is dat je tegen... Uh, tegen mensen speelt en, en, en daarvan verliest... dat je denkt van ja, joh, tien jaar geleden. Of ja, dat had ik jou helemaal van de baan af. En dat afslagen. heeft ook te maken omdat tennis natuurlijk meer is... dan alleen maar uh, ja, uh, goed kunnen slaan, zeg maar. Dat is het mentale nog belangrijker. Dan kan je inderdaad uh, met, met uh, vertragende ballen of ballen terugslaan... iemand helemaal uh, uh, van slag brengen. Dus de, in die zin vind ik tennis niet zo eerlijk, zeg maar. Daar kan ik dan mijn voldoening niet meer uithalen... Wat ik wel met, met wielrennen heb. Maar ja, ik herken het zeker. Ik, uh, godzijdank, heb ik op mijn uh, 16, 17, uh, mijn uh, twee keer een marathon gelopen. <laughs> Sindsdien nooit meer. Met een hele strakke tijd. Wat nou ik ja, ik is het proberen op de marathon. Ik denk dat dat toch wel drie uur, drieënhalf uur of zo. Dat bedoel... ja, maar of op... zo maak ik wel even uit, uh, vriend. Misschien nou, zoeken nou, we op. Ja, als het te vinden is. Nou, onder de vier volgens mij. Dat ja. moest je wel maar ja. op gymschoenen of op tennis, en ja, 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 ja. maar op. Ja. En, en dat is, uh, maar in die tijd wat ik zei, ja, dat was dezelfde tijd als met die, die triathlonnetjes in Hilvarenbeek. Uh, in en ik moet zeggen, ik heb, uh, ja, destijds, ik denk dat ik, weet ik, twee uur kwartier was wel iets waar ik naar streefde voor die triathlon. Ja, Olympische en... afstand hebben we ja. dan. Ja, nee, dat uh, gewoon 1 kilometer veertig. Ja. En dan, uh, maar wel racefiets zonder als kapstuurtje of noem maar op. Ja. En toen ben ik eigenlijk twee jaar geleden begonnen met het triathlonnetje. En dan, uh, nou goed, de eerste keer volgens mij kwam ik uit op 220, 225. Moet ik wel zeggen. Kwam je ik erachter heb... dat de Olympische afstand is 250 meter ja, ja. in de zwemmen? Maar kwam ik ook achter van, want ik, later was ik een keer 230 of zo. Ja, het hangt nogal van de triathlon af. Ja, ja Met al de parcours. Ja, ja, en, uh, ja, ja. Dus in die zin, uh, is, dat is het mooie eraan. Dat je gewoon uh, niet... Uh, die dingen heel goed kunt vergelijken. Dus altijd kan zeggen van. Uh, en of, of een hele gunstige triatlon kan uitzoeken. waar de, de afstanden wat, wat, wat beter zijn. Maar puur SEC genomen: die 10 kilometer lopen. dat is natuurlijk ook een dingetje waar jij wel kent. Ja, ja dat. Kijk, ik heb in mijn hoogtijdagen. ooit uh, net binnen de 38 gelopen. Ja. Ja. Nou die, ja, op een gegeven moment wordt dat lange tijd 40. Dan ben je tevreden. Op een gegeven moment wordt dat 45. En ik. ik uh, ja, als ik weer terug ga, uh, hopelijk weer kan lopen. Ja, dan, dan, dan ben ik helemaal happy met, met die 50. Ja. Nou, ik maak me daar wel zorgen over. Want als laadbloeier ja. uh, verbeter ik mezelf nu nog ieder jaar. Ja. Omdat ik kom gewoon van ver en ik heb blijkbaar een beetje fysiologisch ja. talent. Dus als ik ga trainen, dan word ik beter. Ja, maar ik ben Ergens niet. gaat natuurlijk ja. mijn verouderingseffect me inhalen. Volgens ja, mij hadden we het op... daar ook over van. Ja, jij hebt nog steeds dat, dat idee van wat jou ooit geschetst is. Jouw jou, jou, de toptijd die je kan halen om ja, die, die markt Theoretisch. Markt. Ja. Ja. Nou, is dat geen doel, maar ik haal wel heel veel plezier uit het verbeteren. Ja. En ik denk wel dat ik moeite ga krijgen op het moment dat ik erachter kom dat ik dat PR-tje van 42 minuten op die 10 kilometer ja. nooit meer ga verbeteren. Want ja. nu voelt dat nog een soort van als toevallig gelopen. Ik heb hem geloof ik zelfs gelopen in een halve marathon. Dus dan denk ik een keer nog, nou stel dat ik me echt kwaad ga maken op de 10 kilometer, dan moet ik ja, toch ja. onder de veertig ja. kunnen. Ja. Maar misschien haalt de tijd mij wel in. Ja, ja misschien slimmigheden. Hè? Toch, ja. Die, toch die Vaporfly dan. Uh, <laughs> ja, toch die schoenen. <laughs> nou waar ik naartoe wil. Dan is volgens mij een lichtend voorbeeld leuk om uh, die heren een keer hier te noemen. Onze twee clubgenoten. Dus zowel uh, Erik van Mij moet ik aan denken als Remco Renes. Die voor mij echt het lichtend voorbeeld mm. zijn. Hoe je op, en hoe zeg ik het ja. nou netjes zonder ze te blinken. Maar toch op een wat hogere leeftijd. Op een gegeven moment je prioriteiten gaat verleggen. Remco kan, kan echt grossieren in het ervan genieten. dat hij de allerlaatste is. Interesseert hem ook gereed. Ja. Ja. Want die roept ook bij alles. Ja, ik heb, gewoon, ik heb gewoon meer tijd om van het parcours te genieten. <laughs> weet je wel? Ik heb gewoon meer event voor hetzelfde geld. Ja. Ja. En bij Erik denk ik ook. Erik heeft, heeft echt vrij hoog en serieus hele triathlons gedaan. Ja, en nu heb ik hem laatst mogen hazen naar de 108 ja, ja. Uh, ja. op de 15 kilometer in Nijmegen. Ja. ja, in die zin, leeftijdsgroepen indelen is denk ik ook wel goed. Dat, je dat, dat dat gebeurt, zeg maar, dan ja. maakt het toch allemaal iets veiliger. Heb je iets nog veiliger, iets dat je gewoon, Ja, dat je na afloop de uitslagen uh, snel kan kijken hoe deed jij het in jouw leeftijdsgroep. Kijk, ja, dat is ook wel Robarel Die uh, is wel eager. Hij kan wel uh, bescheiden natuurlijk ergens overkomen. Uh, hij is wel eager genoeg om, om te zeggen... ...hé, hey, ja, ik, op, toen hij uh, die leeftijd uh, zijn 60-plus won... toen was hij nog 59. Klopt, ja, het heeft hij mij het einde van het jaar werd hij, ah, hij er wel een paar jaar aankomen. Hij zei, ja. in het jaar dat je het 60 wordt, mag je in dat die gaan groep komen. Dus. dus ik dacht, ik moet het dat jaar doen. Maar dan ben ik de dus fris van de Dus we hebben, groep. nou ja, ook hij heeft daarmee te maken. En... Uh, ja, het is maar helemaal de vraag. Moet je, moet, je ik, 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 uh, moet je al die wedstrijden gaan doen? Of ga je het puur voor de training doen? Ga je het voor de gezelligheid om met anderen? Nou, dat is allemaal prima. Uh, ja, dus prima. in conclusie, de ouder wordende atleet. We leren hier vandaag, die conditie die blijft eigenlijk wel. Die ja. neemt 1% per jaar af, maar dat is eigenlijk heel weinig. Wat echt snel afneemt is coördinatie en spieren, hmm. kracht. En dus is het belangrijkste trainingsles... Verkijk je nou niet. Hè? Denk nou niet, ik ben uh, op leeftijd, ik ga lekker rustig mijn rondjes lopen en fietsen. Maar ga juist daar ook in te vallen. Ja. Uh, en wellicht wat aan uh, krachttraining doen. Zeker. Geldt ook voor mensen op hele hoge leeftijd, 70, 80-plussers. Daarmee is het sporten misschien wandelen geworden. Maar ga dan op zijn minst uh, tijdens het wandelen, iedere 10 minuten, 1 minuut, zo hard als je kan wandelen. Ja. Dat je toch even de boel uh, op, uh, op spanning zet. En het de derde is dan dus eigenlijk dat mentale aspect. Accepteer ook dat verval en ga ja. je richten op andere doelen... dan alleen maar altijd die PR's willen breken. Zeker waar, ja. Mooi. Ja. Ik vond het weer uh, een interessant artikel. Interessante <laughs> ja. kop koffie, dank je wel. Nou ja, uh, misschien over tien jaar afspreken dat we hier weer zitten. Uh, als <laughs> Kijken je waar in... mijn tien kilometer ja. dan uh, staat. Ja, laten we doen. Laten we hopen dat deze podcast nog tien jaar doorgaat. Ik ben wel benieuwd om van jou te horen. Ben jij uh, een veertiger uh, zoals ik? Hoe gaat het met de veroudering? Ben je misschien al op leeftijd? En wat, wat is jouw ervaring om om te gaan met het ouder worden van je lichaam? En, en hoe ga je daar mentaal mee om? Laat het ons weten via social media. Op uh, Twitter en Instagram zijn wij te vinden via @slimmerpodcast. We plaatsen van iedere aflevering een post en daaronder kun je reageren. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. En daar hebben we ook van iedere aflevering een eigen pagina, met daaronder de mogelijkheid om reacties af te achter te laten. En we vinden het super leuk om jouw verhaal daar te lezen en met jou in contact te komen. Of als je zegt, nou jongens, ik ben niet zo van dat openbare internet, ik stuur wel een mailtje. Dat kan ook naar post.slimmerpodcast.nl. We lezen graag jouw verhaal en uh, we reageren altijd. Tot slot, mocht jij nog iemand kennen. Op leeftijd, bijvoorbeeld binnen je vereniging of je ouders, die wellicht wat hebben aan de inzichten uit deze podcast. Stuur de link nu vooral naar ze door, zodat zoveel mogelijk mensen nog veel meer slimmer kunnen gaan presteren. We zien je graag terug volgende week voor een nieuwe kop koffie. Tot zover. Dankjewel, Jurgen. Ja, tot volgende week.